Actie. Ja, welkom bij Climax. Leuk dat je kijkt. We zijn hier elke zondag om 1 uur te vinden op YouTube. En in Climax gaan wij op pad om de ontwikkelingen op het gebied van seks en drugs te onderzoeken. En vandaag hebben we het over het drugsgebruik op een eiland genaamd Goeree-Overflakkee. Dat ligt tussen Rotterdam en Zeeland. Ja, ik moest het ook eventjes opzoeken. Er is onderzoek gedaan naar het rioolwater en daaruit bleek dat er het meeste speed werd geconsumeerd van heel Nederland. 4 keer meer dan in Amsterdam. Jamal is een zaterdagavond met de jongeren daarmee op stap gegaan. En we spreken zo meteen met jeugdwerker Ariët, die er ook woont. Ze is zelf eilandbewoner. Maar eerst hebben we het even over vorige week, toch? Ja, ja, want we vroegen jullie of smartshop-medewerkers verplicht zouden moeten worden om voorlichting te geven. En 84%, dus overweldigende meerderheid, vond van wel. In de comments zeiden jullie het volgende. Dennis Smit die zegt: het ligt er ook aan met welke vibe je naar binnen loopt. Als je heel onzeker bent, dan geven ze je meer voorlichting dan als je zegt: yo, heb je een salvia 20 halve granny? Maar heeft hij wel een punt, toch? Ik denk, jij kwam wel een beetje zo binnen als een beginner. Maar alsnog krijg je dan soms geen voorlichting. Ja. En Rocking Crusher zegt: spuiten en slikken is echt een kinderprogramma geworden. Ook de toon waarop ze praten klinkt net als het klokhuis. Nou ja, zeg! Wacht, jammer dat het rauwe ervan af is. Maar dit vond ik best een rauwe reactie. Ik hou van het klokhuis. Wat ga je klokhuis shamen? Ik ben blij dat we vergeleken worden met het klokhuis. Terug naar de orde van de dag, want wij zijn op onderzoek gegaan. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat in Goeree-Overflakkee het meeste speed wordt gebruikt in Nederland. Meer dan in Amsterdam. Vonden we best wel shocking, want het is een klein eilandje. En dus wilden we eigenlijk weten, hoe kan dit? Jamal, jij bent er even langs geweest. Om de hoek toch? Je komt uit Zeeland. Ja, ja, dat is een klein stukje verder. Ja, ik heb een bezoekje gebracht aan het Witte Eiland, wat ondertussen zo is genoemd. En ja, het is eigenlijk een gelovige gemeente, er is niet veel te doen, er zijn geen coffeeshops, je kan eigenlijk niet veel uitgaan. Jij bent eventjes de avond van Goeree-Overflakkee ingedoken met 2 verslaafde jongeren. Jullie wonen hier op het eiland? Ja, heel mijn leven eigenlijk. Ja. En jij ook? Mooi, en dus jij bent 18 en hoe oud ben jij? 16. Het drugsgebruik hier op het eiland is eigenlijk best wel een probleem. Gebruiken jullie zelf ook? Speed vooral. Ja, want hoe ziet een zaterdagavond er normaal uit op Goeree? Ja, dat verschilt per mensen eigenlijk. Ja, mensen die gaan lopen suipen bij de haven. Mensen die gebruiken komen bij elkaar op een andere manier, zeg maar. Ja. Buiten plekken gewoon. Maar wat ik vooral ervaar hier is dat als je drugs gerelateerd persoon bent, om het zo maar te zeggen, dan word je al anders aangekeken, heb ik het gevoel, hier door mensen van de kerk. En we zien alleen maar een junk, om het zo maar te zeggen. Ja, er zijn mensen meer mee. Nee, en waarom niet? Mensen kijken niet meer naar in de tegenwoordig. Nee. En daarom gebruik ik ook, om zeg maar, dat ook juist te weten. Om toch wel met jezelf te leren. Je leert wel, maar niet met jezelf leren. Ik ben een half jaar geschorst. En waarom werd je geschorst? Ja, door verhalen van gebruik. Ja, ze waren gewoon mijn jas aan het controleren, zodat ze niet dat bij stond. En is er toen iets gevonden? Niks. Ze hebben nooit wat bij me gevonden. Het lijkt me heel niks. Maar is er dan niets voor je, niet iets anders te doen hier dan hangen of drugs gebruiken? Ja, je kan naar de haven gaan en drinken in de weekend. En voor de rest is er vrij weinig te doen en moet je jezelf vermaken. Ja, je hebt het jongerenactiviteitencentrum, maar dat is ook je anti-gebruik, weet je wel. Ja. Maar wat moet er dan veranderen in jullie opzicht om het hier beter te maken voor de jeugd of de gebruikers? Nou, ze kunnen misschien wat meer begrip tonen voor jongeren met een verslavingsprobleem in plaats van maar te wijzen. Ja. Ik wil het niet goedkeuren, maar dat er wat meer begrip wordt getoond en meer gekeken, joh, wat heeft diegene nodig om het gebruiken misschien van zijn leven om te gooien. Nou, uit dit fragment blijkt ook dat de jongeren dit probleem signaleren. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan denken. Dus daarom hebben we voor deze week de volgende stelling. Ik snap wel dat er in Goeree-Overflakkee zoveel drugs wordt gebruikt. Ja, snap je dat? Ik begrijp het aan de ene kant wel. Ik kom zelf dan uit Utrecht, dus uit de stad. Dus ik vind het moeilijk om te beoordelen. Maar ik snap wel dat als je je verveelt, dat je dan misschien eerder drugs gaat gebruiken. Maar ik vind het wel een beetje te makkelijk of zo. Ja, Jamal, nee. Wat vind jij? Ja, ik denk dat verveling inderdaad niet de enige oorzaak is. Ik denk dat er heel veel verschillende oorzaken zijn dat samen dit probleem gewoon in stand houden. Ja, want jij komt ook uit een klein dorp, toch? Ja, want wij hadden in mijn dorp en omgeving Twente ook niet echt heel veel keus wat betreft clubs en coffeeshops. Dat hadden we überhaupt niet.
Maar keten waren de plekken waar heel veel van mijn leeftijdsgenoten toen samenkwamen. Weet je, dat het gewoon weinig faciliteiten, weinig te doen. Ook over het algemeen gelovige gemeentes. Dus dat daar ook best wel veel verslaving heerste. En dan GHB en speed, dat waren dan de twee de pronkstukken wat betreft drugs. Ja, nou, verslaving wel, alleen het speedprobleem, dat is echt op Goeree het grootst. Ja, vind je dat vervelend om te horen, Ariët? Nee, ik heb er wel verschillende keren over gehoord en de rest van de drugsgebruik is niet groter. En waarom speedgebruik dan groter is, dat gaan ze onderzoeken inderdaad. Want jij zegt bijvoorbeeld, er zijn keten. En ik denk dat voor jongeren heel belangrijk is dat er plekken zijn waar ze elkaar kunnen ontmoeten, omdat het gewoon belangrijk is. En als daar verder weinig faciliteiten zijn, dan vraag je denk ik met elkaar om een keten. Ik ben zelf ook jong en in mijn vriendengroep zie ik het natuurlijk zelf ook. Maar ik zie het nergens zoveel als op het eiland. Nou, we hebben er is wel echt iets aan de hand daar. Dus laat even weten in de comments wat je vindt van de stelling. Ja, en dan gaan we nu terug naar Jamal. Ja, ik ging mee met een jongen die dus zelf verslaafd is geweest. En zich nu inzet voor dat probleem met een politieke partij. En daarmee gingen we dus met hem flyeren. Okay. Toen maar. Flyeren. Wie doet dat nog? Waarom ben je eigenlijk die politieke partij gestart? Ja, om de jongeren een stem te geven in de gemeenteraad en in de politiek. Zodat het bestuur een helder zicht krijgt over wat er speelt in een gemeente. En dat alle leeftijden daarin zeggenschap hebben. Is het drugsgebruik ook echt een probleem hier op het eiland volgens jullie? Ja, ik vind van wel. Daarom noemen ze het ook een Witte Eiland. Goede Oevervlakke wordt ook wel de Witte Eiland genoemd. Dus. Het wordt toch het Witte Eiland genoemd op veel plekken en dat weten wel veel mensen. Ja, het zijn jongeren van 14, 12 die al aan drugs zitten. En wat voor drugs zie je dan voornamelijk? Gewoon hard drugs, gewoon van die domme dingen wat je niet moet doen. En denk je dat de gemeente hier genoeg aan heeft gedaan? Aan dit probleem? Niet echt, nee. Want als ze echt genoeg aan hebben gedaan, dan hebben ze een klein beetje opgelost. Maar het is helemaal niet opgelost. Want je ziet dat het echt nu te ver gaat. Ook jongeren van 12-jarigen, 13-jarigen. Zie je die echt? Ja, tuurlijk. Ja, ik denk dat het wel een groot onderdeel is. Omdat als je dan thuis gaat zitten met een paar vrienden. Ja, laten we eens even dit testen of even dat testen. Ja. Dat je dan toch al snel daarin terechtkomt. En dan misschien ook natuurlijk verder gaat. En zo in de problemen ook kan raken. Ik gebruik het zelf niet. Ik werd ook soms gedwongen om drugs te gaan gebruiken. Maar ik zeg gewoon nee, want gedwongen? Ik heb een doel. En hoe dan? Ja, gewoon doe, is het lekker, doe alsjeblieft, doe. En dan gaan ze mij doordwingen. En dan zeg ik nee. En hoe ziet een zaterdagavond er nou voor jullie uit? Eigenlijk niks natuurlijk, maar ja. Gewoon middag voetballen, avond een beetje met vrienden. Ja, niet veel eigenlijk. Naast mij is komen staan Ariëtte Hagen, jeugdwerker. We hoorden net in de video die jongeren zeggen dat er niet naar hen geluisterd wordt. Herken jij dat? Nee, ik zelf persoonlijk niet zo. Bij ons in het dorp zeg maar, dan probeer je juist te luisteren naar wat jongeren willen. Ik had een stelling gemaakt van, vind je dat er genoeg te doen is in ons dorp? En vervolgens krijg ik nee van iedereen. Ik zeg, wat zou je dan willen? Ze zoeken gewoon een plek waar ze met elkaar kunnen zijn. En ik hoorde geen activiteiten terug of zo. Dus als je zegt er is weinig te doen, ja, jongeren hebben het nodig om elkaar op te kunnen zoeken. De gemeente heeft natuurlijk maar een bepaald budget waarvoor ze mensen in kunnen huren. Er zijn 4 jongerenwerkers van het jongerenactiviteitencentrum. Dan denk ik ook wel eens, hoe kunnen zij met zo weinig mensen die jongeren opzoeken en helpen? Ik denk dat het ook vanuit de gemeenschap zelf moet komen. Ja, en jij bent jeugdwerker, ook moeder van twee bijna jongvolwassenen. Waar zit volgens jou de kern van dit probleem? Iedereen kent elkaar, dus het is heel makkelijk daardoor om iets te halen, om ergens aan te beginnen, om iets uit te proberen. En daarbij is de groepsdruk ook heel groot. Ja. En je noemde net ook als een van de oplossingen om wat meer plekken beschikbaar te stellen voor jonge mensen. Maar horen daar clubs ook bij? Wat voor clubs? Dansclubs, disco's? Weet niet, dan voel ik me echt wel oma. Ja. Dat ligt eraan waar jongeren behoefte aan hebben, denk ik ook. Ja. Het is ook goedkoper om zelf je cola te kopen. Kijk, en dat is het ook. Want dat deed ik vroeger ook. Hè? Dan kocht ik zo'n fles met drank. En dan ging ik het van tevoren allemaal opdrinken. Zodat ik inderdaad niet hoefde te betalen in die veel te dure kroeg om de hoek. Ja. En als je het over 12-jarige gebruikers hebt. Ja, die gaan natuurlijk niet in een café. Dan moet je 18 zijn voordat je een biertje mag bestellen. Dus die gaan natuurlijk echt chillen op straat ook. We zijn dus nog lang niet uitgepraat. We hoeven het ook nu niet op te lossen. Maar we hebben wel de gemeente gevraagd om een reactie. En dit is waar ze mee kwamen. Ook op ons eiland hebben wij uitgaansgelegenheden. Uiteraard niet zoveel als in de grotere steden om ons heen, maar we geloven erin dat uitgaansgelegenheden alleen geen oplossing bieden voor de verslavingsproblematiek en de verveling. Daarom zijn we erg blij met de verschillende verenigingen op ons eiland, waar jongeren door de week met elkaar kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten.
Wij gaan graag in gesprek met de jongeren over wat er volgens hun nodig is op ons eiland. Oké, genoeg gelezen, hatsenflats. Maar we willen nog wel even weten wat jouw favoriete seks- of drugsnummer is, Ariët. En die heb ik niet. Nou, heb je die niet? Nee, ik heb een ander nummer doorgegeven. Oh. Nee, ik heb heel veel zitten nadenken en zitten kijken. En toen had ik uiteindelijk... Wacht even. Is het deze? Dat volgens mij wel, hè? Hoor je hem? Ik hoor niks. Jawel, je hoort hem wel. Als je goed luistert, hoor je hem. Ja, een nummer waarin jongeren zeggen dat ze heel waardevol zijn. Die zegt dat jongeren heel waardevol zijn. Nou, daar sluiten we dan mooi mee af. We horen hem al lekker. Dus we kunnen er lekker een beetje op dansen. Het is allemaal in de edit, Ariët. Dat horen we in de montage. Het is allemaal lekker montage, dit. Zullen we lekker op dansen? Nee, dit was hem weer. Tot de volgende week.